City zit ik in zintuigenhierarchie-team. Daar regelen we alles wat te maken heeft met zintuigen. Food jockey, aroma jockey en shows, acts. En wat houdt het allemaal in? Dat hebben we allemaal geregeld. Ik verwacht van Sand City een heel tof evenement waarbij dove jongeren en horende jongeren samen een heel tof feest en een hele toffe avond zullen hebben. En ja, ik ben heel benieuwd naar hoe precies de zintuigen geprikkeld zullen worden die avond. En ja, ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe het er precies uit gaat zien en ik heb er heel veel zin in. De afgelopen tijd bij 3FM zijn we, ik en Jasmino, nog naar een radio-uitzending geweest. Speciaal gemaakt dat doven en slechthorenden ook mee konden volgen. Dat is de eerste keer in het leven gebeurd. En daar was ik heel blij mee, want dat betekent dus in principe dat de maatschappij steeds één stapje verder denkt aan ons. Aanpassen aan een radioshow wat wij nooit hebben kunnen volgen, hebben we dus mogelijk gemaakt. Dus het komt in het bier. We zijn er nog niet, maar het onmogelijke maken we mogelijk. Samenwerken, goed overleggen, goed spreken, ook heel veel lol maken, want dan komt toch het leukste uit. Dat is belangrijk en daardoor kom je echt ver. Ik zou het eigenlijk aan iedereen willen aanraden om, als je de kans hebt, om deel te nemen aan het organiseren van dit prachtige evenement. Want ik heb er onwijs veel van geleerd en ik heb er heel erg van genoten. Dus als je de kans krijgt, doe mee.